Ron die doet het niet meer. En horen ze blaffen, en piepen, en janken. Ja, lieve vrienden, ik wou jullie even eerst als eerste een welkom bij een nieuwe vlog welkom heten. Het is al laat, het is 15:42, ik moet de hondjes nodig uitlaten. Ze zijn wel al een paar keer in de tuin geweest, ze hebben gespeeld en gestoeid. Maar ik ben nog maar net uit mijn bed. De reden daarvan is dat ik afgelopen nacht hooguit een uurtje, 3 kwartier. Ja, niet langer dan een uur in ieder geval. Heb geslapen als een blok en toen werd ik wakker. En nooit weer kunnen slapen. Dat... Ik heb hem weer met veel lawaai natuurlijk weg horen gaan. En het was al 9:30. Ik dacht, ja, ik moet er maar uit. Ja, ik wil opstaan en alles tolde me. Ik dacht, ja, dit gaat zo niet. Dus ik ben er maar weer in gegaan en ik ben toen gelukkig wel in slaap gevallen. Ja, een uurtje is veel te kort. Toch? Dus ja, ik had vandaag veel willen doen, maar er is dus niks van gekomen. Maar wat ik straks wel moet doen, dat is de bovenkant van mijn bureau leeghalen. Want mijn telefoon die doet het niet meer. Ja, mijn huistelefoon. Ik belde gisteren Karen en Roderick op. Ze zegt, man, even wachten. Ik wacht dus natuurlijk. Maar ineens leek het net alsof ze hun de telefoon afsloten. Dat is ophangen. Nou, lekker dan, weet je. Zo op ongeluk zijn gegaan, maar lekker dan. Dus ik wil terugbellen. Nou, nooit geen gehoor. Nee, dat ging aan mijn kant dan niet over, weet je. Jawel, die nummer, maar gaat niet over. Ook. Ken ik niet verstaan. Ook degene die mij bellen gaat bij mij wel over. Maar ik versta niemand. Dus ja, wat er aan de hand is, ik weet het niet. Dus ik zal straks de modem ook resetten. Ja, dat ga ik als eerste doen. Wil dat niet? Ja, dan moet ik... Ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet, maar ik kreeg mijn hondjes doen. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ik hou jullie op de hoogte. Tot dan. Ja, lieve vrienden. Ik heb... Ben bezig geweest, mijn telefoon deed het niet, hè? De huistelefoon wel, mijn mobiel, maar mijn huistelefoon niet. Nou, die doet het weer, ik heb de modem uit gehad en weer aangedaan, tenminste uit de knopje omgehaald, een tijdje uitgelaten, want ik was ook met mijn relatie bezig, dus ja, ik deed meerdere dingen tegelijk. Hij doet het weer, dus daar ben ik blij mee. Enkel mijn camera, daar niet, aan het plafond. Die doet het niet. Maar ik heb wel een andere camera. En die heb ik aan mijn computer gekoppeld. Die doet het wel. Dus ik kan mijn huis in de gaten houden. Ja. En de honden in de gaten houden. Ja. En horen ze blaffen. En piepen. En janken. Ja. Maar dat doen ze niet. Nee. Ik doe het speciaal voor hem hiernaast. Hè? Ik hou mijn dieren in de gaten. Continu. Maar ze blaffen janken niet. Momenteel staat het geluid even uit. Omdat mijn anders zelf hoor praten er doorheen. Nou, dat wil je ook niet. Dus ja. Dus dat doe ik straks wel aan, dat geluid. En dan komt het allemaal goed. Ik ga even boodschapjes doen. Ja, want ik wil toch wel voor 's avonds een beetje wat te kanen hebben. Ja, anders word je ook zo flauw, hè. En ik moet even kattenmelk halen, want er is ook tegenwoordig voor oudere katten ook kattenmelk. Je hebt niet alleen kittenmelk, maar ook kattenmelk voor de ouderen. Goed voor hun botjes, ja. En zo zijn er meerdere dingen. Koffie, op de laatste pot koffie heb ik in mijn kleinere pot geleegd. Dus ja, dan moet je dat ook weer even nieuw verhalen. Dus dat gaan we eventjes ook doen. Kijk of daar nog wat is. Suiker zit ik aan te denken. Ik ben zelf geen suikerklant. Ja, de suiker heb ik hier ook niet meer. En ik moet even potjes met groenten erbij.
Ja, wat is dat? Ik geloof spinazie. Ja, dat is spinazie. Ik moet dat ook weer eens even opnieuw indelen, want er staan dingen hier wat er niet op hoort. Maar dat komt wel. Komt wel allemaal even goed. Ik heb nou daar dus een voorraadsplank, maar ik heb ook nog een voorraadsplank in de keuken. Dus dat is altijd handig. Dat is wat dichter bij je kookgerei. En daar ligt spaghetti. En wat is dat? Aspergesaus. Ik eet geen asperges. Visdillen. Saus voor vis. En dan moet je ook vis in huis hebben. Dat heb ik ook momenteel niet. En ik heb nog knakworstjes. En ik heb nog witte bonen. En dus ja. Hup. Hup. Nou, dat is wel dat. Hier net zo. Ja, nou ja. Dat is mijn plankje. Glas of vies. Nou ja, dat gebruik ik amper. Maar als je al eens een keer bezoek krijgt. Ja, zoals Marianne. Nou ja, wijntje. Ik weet niet eens niet of het een wijnglas is. Maar lekker belangrijk. Daar krijgen ze de wijntje in. En denk ik ook nog andere. Ik heb er geen verstand van. Dit is voor een borrel. Nou, ik lust zelf in de winterperiode eigenlijk ook wel een berenburg. Maar aangezien dat de DK-markt weg is, kan ik het daar niet meer halen. En een andere drankwinkel is dicht. Ja, dan kan je niet terecht. Nee, tenminste zover ik weet niet. Maar oké, ik ga even naar de Vomar. En ik zou zeggen, tot straks. Ja, doeliedokies. Doei doei. Hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Terug van weg geweest. Ja, want de boodschap heb ik binnen. Ik heb het al tot zover opgeruimd. Ja, dat moet naar boven. Dat zijn vuilniszakken van boven. Maar ik heb mezelf weer verwend. Terwijl ik er al twee heb, maar niet deze. Niet zo één. Nee. Twee met snoer. Dus je zit altijd met die snoeren te hangen. Dit is zonder snoer. Ja. Ja, ja. Ik ben er blij mee. Ik zal er eens even uit gaan halen. En dan kan je ook ergens staan te strijken waar geen topcontact is. Ja, toch? Dit is de oplader, het station. Maar wel van een koffiezetapparaat. Haha, koffiezetapparaat heeft hetzelfde. Precies hetzelfde. Geweldig. Tenminste mijn waterkoker. Nou, dat is het station waar die op moet rusten. Het boekje. Ja. Het waterbekertje. Maar ik heb altijd ander water. Dat koop ik. Speciaal voor strijkbouten. En hij is niet zwaar ook. Ideaal. Nou ja, daar ga ik dus zelf een keer mee aan de gang. Er staan tekeningetjes op, maar dat zie ik zo met dit niet. Dat is damp. Dan komt het er daar uit. Maar dat kleine gaatje komt dan water uit, vocht, om te sproeien. Ja, even onder het licht. Oh ja, dat is om zo te stomen, komt het er zo uit. De derde, daar komt de stoom zo naar beneden. En die de laatste. Ik zit het weer zo moeilijk. Nou, dan begrijp ik daaruit dat het enkel uit een puntje stoom komt. Zo komt het enkel uit het midden, dus het zal dit contrail wezen. Het eerste, weet ik veel, aan drie standen. En dat is voor maximum te zetten. Dus druk je hem in. Kijk, en daarheen
water en dat is stomig. En dan kan ik nog met die doen. Oh, nou ja, daar kom ik wel uit hoor, als ik ermee bezig ben. Ja, toch. Ja. Nou, dan gaat hij er nou even weer in. Zo. Oh, zie toch. Daar moet hij met zijn neusje in staan. Zo. Nou, dan doen we die weer in het zakje. Want ik laat hem er nog wel even in. Jo. Want zo gaat hij weer naar boven. Ja, want daar staat de strijkplank boven. Ik zou niet weten waar ik hem hier beneden mee moet zetten. Daar heb ik hier de ruimte niet voor. Maar ik zit altijd te hangen met dat snoer. Altijd heet het kort snoer. Nou, dat is niet leuk meer, weet je. Hij komt nou helemaal goed. Nou zit je nu met de vechten ermee. En dan anders wel. Nou, klaar. Waarom wil dat nog niet? Zo. Zo. Hup. Weer dicht. Oh, kreeg het boekje. Nou ja, maakt niet uit. Daar staat natuurlijk de instructies in, een gebruiksaanwijzing, ja ook in het Nederlands. Nou, perfect, dat kan ik dan morgen eens even bij daglicht bekijken. Morgen komt Astrid weer, dus ja, helemaal perfect. Ik heb de hondjes gewend, want die hebben het weer goed gedaan. Dus ik denk, ik neem eens even wat anders mee dan wat ik in huis heb. Want dat hebben ze bij, nou, Elding naar mijn weten nog nooit gehad. Rijka wel, dus ik denk, ik neem dat eens even lekker mee. Ja, dus helemaal perfect. Die zijn lekker aan het lekker bezig. Wat is dat? De hele tijd. De hele tijd. Mag we niet kijken? Mogen wij niet kijken? Wat voor dikkie. Oh, zo lekker kind. Is zo lekker, meisje. Oh, oh. Maar ja, daar heeft zij meer dan genoeg aan. En deze jonge dame, die heeft een heel grotere gekregen. Dag, Wien. Oh, is dat zo lekker, meisje. Oeh, lekker, hè. Lekker kind. Dus ja, die zijn daar even zoet bij. En was wel mooi begaan. Ik moest eigenlijk met ze wandelen, maar... Ze zijn zo lief, laat maar gaan. Ja hoor, dan ga ik ook een hapje eten, de televisie aandoen. Want, ja, en ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Maar ik ben niet voor uit te branden. Ik ben niet helemaal wat ik wezen moet. En dat komt mee, ja, dat gesprek heb ik gehad. En dan zit ik daar een aantal dagen zit ik daar mee. Soms wel eens een week in, soms wel eens langer en soms is het weer korter. Maar ze helemaal waar je het over gehad hebt. Nou ja, en dat was voor mij best wel even een zwaar gesprek, ja. Moeilijk ook. Maar in ieder geval, ik ga lekker een bakje koffie doen eerst. Met een Bounty. Het is, zo zie, 7:50 op mijn horloge. Dus ja, ik zet even een vlog klaar dat ik hem in de reclameblokken, et cetera, alles kan doen. En ik heb nog wat eten staan in de koelkast. Enkel, ik had ook vlees gehaald, maar ik ga dan niet bakken, er zit nog vlees doorheen. Althans, spekjes. Ik ga nog geen vlees bakken, geen zin in. Nee. Hup, dat kan ik zo opwarmen en opeten. Ja, ik heb geen zin in vlees. Ik heb er wel lekkere vlees mee hoor. Dat wel. Ik heb houthakkersstek. 3 stuk zitten erin, zeggen ze. Nou, ik zie er geen 3 hoor. Ik zie er maar 2. Maar zag ik, ja. Houthakkersstek. 3ST. Nee, dat is geen 3ST. Dit is 2ST. Want ik zie er maar 2
erin. Dus het kan er nooit niet 3 wezen. Zo, dat bestaat niet. Nee. En wat heb ik nog meer meegenomen? Is ook lekker. Er zitten er 2 in. Nou, 2 voor 99 cent. Wie doet je wat? Ja, toch? Heb ik 2 dagen te eten aan, hoor. Ja, nou, ik heb ook weer voor Elwing wat meegenomen. Afval van een bloemkool. Dus, wie doet je wat? Ja, en ik heb voor Kandalf heb ik melk meegenomen. Dat is deze melk. Dat is voor volwassen katten. Goed voor hun botjes. Dan weten we dat weer even, toch? Ja, nou, lieve vrienden, geniet van jullie avondje. En tot later deze avond. En smakelijk eten, bon appetit. Ik zou zeggen, vergeet me niet. Ik vergeet jullie ook niet. Dus, tot later!